Voor het eerst vond vrijdag op de middelbare school Het Bouwens in Panningen een grote zitting plaats voor alle leerlingen van de school. Er waren optredens van onder meer De Breurkes en Weerzien Spietsen. Hoi, ik ben Irene en ik zit sinds dit jaar in de brugklas. Ja, ik ben een echte brugpieper, brugmug, brugger. Irene, je hebt net opgetreden. Was dat jouw grootste optreden met zoveel publiek, 500 man? Tot nu toe wel. Ik heb wel in het provinciehuis in Maastricht nog een keer opgetreden en daar zaten 480 man. Dus dat is ook heel veel. En iedereen vond het ontzettend knap wat je deed, want dat is heel moeilijk, want kinderen hebben bijna vakantie. Maar je stond er toch maar mooi? Ja, gewoon doorgaan. En dat is allemaal voor pap zijn schuld. Want ik zei gisteren nog tegen hem, pap, wie zelfs die het hoog. Dat wist hij wel wat op, zei hij. Was ik overweeg ook pillen, dan bij de automaat mijn krant stelen. Dat duurde wel 10 minuten. Dat nog niet aan mij, maar veel meer voor meneer Kremers. En de hij net zijn saldo opgehoogd. En je bent Limburgs kampioen buitenrijden. Wat moet je daar precies voor kunnen? Nou, je moet gewoon een goede tekst hebben. En dat moet je dan ook op de juiste manier kunnen brengen. Zodat de mensen het op een grappige manier en ook duidelijk. Hoe ga je nog meer optredens doen? Ik heb nu al de meeste optredens wel gehad, want dat is dan net voor carnaval. Maar met half vaste komen er ook nog optredens. Dus. Hoe is het om te zien dat iedereen jouw liedje meezingt? Ja, leuk. Altijd. En zeker bij de jeugd. En jeugd is toekomst. Dus dat is wel heel mooi om te zien dat iedereen het wel kent. Dat is wel leuk. Hoe ziet jouw week er nu uit? Veel optreden. Ik zit eigenlijk door heel Limburg niet, maar wel door heel Noord-Limburg tot midden. Dus dat is van alles. Dat is echt heel leuk. Heel veel zin in ook. Dus, ja. Nou, ik vond het een fantastische ervaring, mag ik zeggen. Ik ga het eigenlijk niet toe verwacht, mag ik zeggen. Ik denk, je zit er een beetje en een beetje kalmpjes aan. Maar ik vond het eigenlijk goed feest en ik vond het super. Ja, morgen openen we in de zoekkool. En dan gaan we terug naar Panningen. En dan gaan we in Panningen natuurlijk het feestje, de bonte boetebeleving die we dit jaar voor het eerste jaar doen. En dan gaan we door lekker verder. En daar maken we ook een knalfeest van. Hetzelfde wie we dat nou heen gedaan hebben. Je hebt een geweldige vastlopend weer. Volgend jaar van school af, dit pak je nog even mee. Hoe vind je het feest? Nou, ik vind het een fantastisch feest. Vrij gezellig, dus ik kan er wel mee door. Voor herhaling vatbaar, lieve? Ja, uiteraard. Iedereen doet mee. Het is echt fantastisch. Ik vind het wel een beetje spannend, want een redelijk jong publiek. Dus we moeten even kijken wat wel en niet inslaat en zo. We hebben een heel breed repertoire, dus waarschijnlijk zullen we ook al wat uitstapjes gaan maken naar wat dance dingetjes en zo. En hopen dat het een beetje aankomt. Zijn er nu vaker optredens op een school? Eigenlijk niet. We hebben dit eigenlijk nog nooit gedaan. We hebben wel eens op een basisschool een optredetje gedaan. Zo, meer voor de kids een beetje. Dat was ook niet eens met carnaval, maar dit zelf niet. We gaan wel vanmiddag nog naar het scholierencarnaval in Sittard op de markt.
En dat komt wel ook heel Zuid-Limburg ongeveer bij elkaar van alle middelbare en hogere scholen. Dus dat is wel ook heel gezellig. Maar echt om een school als artiest geboekt worden om daar je ding te doen, nee, dat heb ik niet gehad.